Het is 2022, dat zal u niet ontgaan zijn. En een veelgehoorde opmerking is dat het fijn zou zijn als het jaar 2022 beter is dan het jaar 2021. Of dat ook voor VVV Venlo geldt, daar gaan we het vanavond over hebben. Straks doen we dat met spelers Simon Jansen en Mitchell van Rooyen. Maar we beginnen zo meteen met de trainer Jos Loerekaai en algemeen directeur Marco Bogers. Welkom bij de nieuwjaarsshow van VVV Venlo. Ja, het staat groot in beeld en de nieuwjaarsshow van VVV Venlo. En we kunnen ons voorstellen dat jullie als publiek behoefte hebben aan meer informatie over VVV. Want dat kun je in het stadion tegenwoordig niet meer ophalen als supporter. Maar goed nieuws, we hebben een hele volle show met daarin ook nog een knaller van een nieuwsfeit. Dus blijf vooral kijken. Welkom Marco Bogers, algemeen directeur van VVV Venlo. Welkom ook Jos Loerekaai, de trainer van VVV Venlo. Ja, ik schetste het een beetje negatief. Het was een slecht jaar 2021. We willen allemaal een beter 2022. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, het was in alle opzichten natuurlijk een verschrikkelijk moeilijk jaar. Hè. En zeker dus voor VVV. Niet alleen door de degradatie, maar ook zeker door de coronacrisis. Hè. Wij zijn fors geraakt, heel veel clubs zijn geraakt. Uiteindelijk speel je voor publiek, hè, voor je achterban, supporters, sponsors. En dat was bijna niet mogelijk. We hebben een opleving gehad aan het begin van dit nieuwe seizoen. Maar goed, de degradatie die hakt er natuurlijk in. Zeker in de laatste fase, hè, waar het spannend werd en je de steun van het publiek, trouw publiek moest missen. Ja, dat laat wel sporen na. Ja, nou ben jij al bijna zo lang algemeen directeur als dat Jos Loerekaai gestopt is met voetballen. Er zit nog iets langer tussen. Maar is dit nou, kun je dit omschrijven als het vervelendste jaar voor VVV in die periode dat jij daar de scepter zwaait? Ik heb al heel veel meegemaakt, hoogte- en dieptepunten. Maar dit was, en dat heb ik ook heel vaak gezegd, voor mij, maar ook voor de club, maar ook voor mij was het een echt dieptepunt. Dat je, wat ik al zeg, dat je dan degradeert in zo'n seizoen. Eigenlijk degraderen in zo'n verschrikkelijk jaar, dat was ontzettend moeilijk om te verteren. Ja, het slapeloze nachten wat gehad? Of gaat heel dat te veel? Ver? Nee, ja? Heel veel. Okay. Ja, echt heel veel. Omdat sportief ging het niet goed. Wel met die opleving in januari, maar daarna ging het alleen maar minder. Maar ook de financiële kant van de club moet je vooral niet vergeten. En ook daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus al met al, dat sleep je toch mee. En dat heeft me toch behoorlijk geraakt. Dus ook veel slapeloze nachten gehad. Ja. We komen straks ongetwijfeld nog te spreken over die financiële consequenties. Jos Loerekaai, hoe heb jij dit ervaren? Kijk, nou wordt er weer zonder publiek gespeeld. Dat is eigenlijk iets wat je als trainer en zeker als spelers ook natuurlijk absoluut niet wil. Nee, dat is zeker een heel groot gemis. Voor de fans zelf ook, dat ze niet bij de voetbalwedstrijden in het stadion erbij kunnen zijn. Maar ook voor de spelers natuurlijk. Het moet helemaal uit jezelf komen. En als je de ondersteuning mist, en dat hebben we zeker in het begin van het seizoen mee mogen maken, dat was fantastisch. En helaas dan door de nieuwe maatregelen die genomen en getroffen werden, ja, moest je weer zonder publiek. En dat is best moeilijk. Kun je trouwens omschrijven hoe dat is, zo'n leeg stadion? Want wij zien het allemaal wel op televisie. Maar ik kan me voorstellen dat voor als je daar speelt, bijna voelt als een training. Of is het zo niet? Ja, kijk, voor de spelers is het nog moeilijker, denk ik. Voor een trainer, je kunt ze wel wat makkelijker bereiken. Omdat je natuurlijk niet die akoestiek hebt. Dus dat is wel een voordeel. Een nadeel voor de spelers is zeker een moment en een fase van de wedstrijd als je het moeilijk hebt. Ja. Dat je dan niet die ondersteuning voelt. En we hebben zelf aan eigen lijf ondervonden hoe het was. Dat we zeker een 3, 4, 5 thuiswedstrijden in het begin van het seizoen. Dat het publiek ons echt tot de laatste seconde heeft gesteund. En dat we in die wedstrijden ook op het eind nog de overwinning binnen konden halen. En ik denk zonder publiek was het misschien niet gelukt. En we hebben ook in de laatste 2 thuiswedstrijden zonder publiek gemerkt. Ja, als je het dan moeilijk hebt, dan kom je net niet over die dode streep heen. Ja. En dat is dan wel een groot nadeel. En daar kan die 12e man je wel overheen helpen? Ja, ik moet zeggen, ik was zelf verrast. Ik heb natuurlijk, op het eind was ik erbij, maar toen was er ook al geen publiek op het eind van het seizoen. Ja. En we beginnen met het nieuwe seizoen. En zeker na een degradatie, sportief gezien, is dat een enorme teleurstelling voor iedereen.
En dan begin je. En hoe de sfeer was vanaf de eerste thuiswedstrijd tegen NSC, tegen Almere. En dat trok zich door. Ja. Ja, ik vond het persoonlijk geweldig. En ik geloof ook dat het team, de spelers, maar ook de fans, dat er ontzettend goede chemie was tussen de spelers op het veld, maar ook naar de fans en de fans naar de spelers. Ja. En ja, dat is zo zonde dat je dat niet meer voelt de laatste 2-3 maanden. Dat je het zonder het gemis van onze eigen fans moet doen. Ja, we gaan er zo meteen ook nog wat beelden van zien en spreken daar dan ook nog even over verder. Wat we bijna zouden vergeten is dat er ook een heel groot lichtpunt was het vorig jaar, het kalenderjaar 2021. Namelijk die spits die zoveel doelpunten maakte uit Griekenland. Die inmiddels vertrokken is, maar die wel een heel mooi bandje heeft opgeleverd wat wij zo meteen kunnen laten zien. Marco, hoe denk je daaraan terug? Ja, het was natuurlijk uniek wat hij gepresteerd heeft bij VVV. Laten we dat voorop stellen. Jammer dat hij in de laatste fase geblesseerd is geraakt. Ja. Maar ik denk dat VVV met Giacomakis weer een voltreffer had. En helaas heeft dat niet geleid tot handhaving in de Eredivisie. Maar ook meteen een unicum, topscorer van de Eredivisie worden en de club zien degraderen. Ook absoluut, bizar, topscorer eigenlijk van de Eredivisie degraderen. Dat is eigenlijk ongelooflijk. We hebben ook nog de halve finale van de beker gespeeld, dat ook niet te vergeten. Ja. Dus het was een seizoen met een aantal pieken, maar ook heel veel dalen. De 0-13 nederlaag tegen Ajax natuurlijk. Maar goed, Giacomakis steekt er wel met kom en schouders bovenuit. Dus dat was mooi om dat mee te maken. En ja, we herinneren natuurlijk allemaal de prachtige doelpunten die hij gemaakt heeft. Onder andere tegen Vitesse. Ja, wie het niet meer weet, we gaan even kijken naar een paar van die doelpunten van Georgios Giacomakis. John, VVV komt hier de aansluitingstreffer aan. Ja, dit is de eerste kennismaking. Wat doelpunten met Giacomakis. Nu vanaf 11 meter, 2-2. Giacomakis. Komt daar nummer 3 aan. Het is nummer 3. En weer van hem. Giacomakis. Giacomakis, nou tuurlijk 1-1. Hoppakee, we zijn begonnen in Venlo. Giacomakis. En prima ingeschoten. Het staat 2-2. En met een omhaal nog gescoord ook. Het is toch een spits hoor, Giacomakis. Daar valt hij dan toch. Het is dan toch weer hij. Giacomakis, controleren en afronden. Ja, dat kan niet. Giacomakis zit er, is daar gezien. En Giacomakis is Giacomakis. En Giacomakis is iemand die doelpunt te maken. Ja, ze gaan er makkelijk in op die manier. Heb je nog contact met Giacomakis? Want we horen niet meer zoveel positieve geluiden als dat. Als in de tijd dat hij bij VVV speelde? Ja, af en toe via WhatsApp. Ik zag toevallig afgelopen week dat hij weer voorzichtig is begonnen met trainen. Hij heeft een meniscusblessure gehad. Maar hij heeft weinig gespeeld doordat hij laat bij Celtic kwam. Mm-hmm. En nog niet wedstrijdfit was. Nu geblesseerd. Dus ik hoop dat hij een betere tweede seizoen zelf beleeft. Ja. Zijn jullie eigenlijk tevreden over dat transferbedrag dat heeft opgeleverd? Want wij hoorden in het begin allemaal verhalen van dat gaat de volgende miljoenenklapper à la, noem ze maar, Honda worden. Ja. Is dat naar verwachting geweest? Nou, we hadden te maken met een hele moeilijke transfermarkt. Ja. Onder andere door corona. Kwam eigenlijk heel laat pas op gang. Er was in het beginsel was er wel wat interesse voor hem. Later werd er wat meer, toen weer wat minder. Uiteindelijk bleven er een aantal clubs over. En was het ook zijn keuze om naar Celtic te gaan. Hè? Je hebt ook te maken met de wens van de speler. Maar of laat ik zo zeggen, we zijn er tevreden mee. Maar het is niet waar we op gehoopt hadden. En, maar nogmaals, het was een moeilijke transfermarkt. En uiteindelijk heeft het ons wel geholpen, zeg maar, in ons financiële resultaat. Maar het is niet waar we eigenlijk op gehoopt hadden. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. En waar de bedragen gingen over, wij spreken 6, 7 miljoen plus. Ja. Nou, dat is het niet geworden. Ja, minder dan de helft. Ik doe geen uitspraak over bedragen, maar laat ik het zo zeggen. We hebben goed kunnen onderhandelen met Celtic. Ook richting de toekomst. Hè. Nog wat zaken afgesproken met elkaar. Mm-hmm. Al met al moet je denk ik tevreden zijn. Ja. Maar nogmaals, het was gewoon een hele moeilijke markt. En het is jammer dat het dat niet heeft opgeleverd. Want dan hadden we er nu misschien nog wel veel beter voor gezien. Ja, maar betekent dat wel dan dat je als een club, als VVV zijnde, daar dan tot een lengte van jaren profijt van hebt van zo'n bedrag? Of betekent dat de eerstvolgende kalenderjaar geïnvesteerd wordt? Nou, het probleem is natuurlijk dat we te maken hebben met een degradatie. Mm-hmm. Waardoor je dus financieel ook in de problemen gaat komen. Door minder sponsorinkomsten, minder tv-gelden. Ja.
de coronacrisis niet te vergeten. Hè, die ons nu raakt, maar ook afgelopen seizoen fors heeft geraakt. Dus wat dat betreft lopen we wel achter de feiten aan. En heeft het ons wel geholpen, dit transferbedrag. Maar, pleister op de wond is misschien wat minder. Maar in ieder geval heeft het ons wel extra geholpen. Dat moet ik wel zeggen. Maar heeft de club financieel wel een forse uitdaging nog steeds? Ja. De trainer heeft ook een forse uitdaging en de technische staf bij het degraderen. Want er moet een hele nieuwe selectie zo'n beetje worden samengesteld. Hoe doe je dat? Waar begin je? Wanneer weet je wat je nulpunt is, bij wijze van spreken? Ja, dat was een hele zware opgave voor ons allemaal. Ook Marco was er heel dik bij betrokken. Stan Valix. We moesten eerst kijken welke spelers überhaupt bleven. En dat waren er nog maar heel weinig. Er verlieten ons 18 spelers. En op het moment dat onze eerste training aanstond, hadden we 10 spelers. Toen hebben we heel snel geschakeld en hebben we 12 spelers van onze eigen jeugdopleiding overgeheveld. Zodat we toch met 20 spelers op het veld konden staan. En ik moet zeggen, we zijn opnieuw begonnen. We hebben pas laat in de voorbereiding spelers erbij gekregen. Wat voor sommige spelers ook moeilijk was, die bijna een hele voorbereiding gemist hebben. En dan loop je ook fysiek, maar ook in je ritme een beetje achter de feiten aan. Maar uiteindelijk hebben we de selectie pas eigenlijk kort voor het sluiten van de transfermarkt bij elkaar gekregen. Maar toen hadden we ook al inmiddels 3 wedstrijden gespeeld. En vanaf dat moment ga je eigenlijk langzaam naar een team in opbouw weer aan automatisme werken die voorheen nog niet realiseerbaar waren. Want ik herinner me nog goed hoe we op trainingskamp waren in Horst. Ja, toen kwamen er nog links en rechts steeds spelers binnen. En toen waren we al in de 4e week. Dus ja, het was niet makkelijk. Maar van de andere kant wisten we dat het een enorme uitdaging was. Dat is het nog steeds. Maar we zijn wel op een goede weg. We boeken progressie, maar we hebben ook momenten en fases erbij gehad in de eerste helft van het seizoen. Ja, dat je niet die progressie of die stapjes maakt, maar je moet wel erin blijven geloven. Je moet er hard voor werken. En dat doet deze groep elke dag. Dus wat dat betreft vraagt het veel tijd, het vraagt geduld. Maar we hebben er wel veel vertrouwen in dat we ook nu, we zijn goed gestart afgelopen zondag. En we hopen dat we weer sterker voor de dag kunnen komen in de tweede helft van het seizoen. Ja, en heb je dan ook wat aan die jeugdspelers? Hoe zie je dat? Heeft VVV een dusdanig goede jeugd dat je daar als trainer al iets mee kunt? Ja, absoluut. Zien we meteen een van de resultaten daarvan aan tafel nog? Ja, ik moet zeggen, mijn collega's, onze hoofdopleiding Roger Bongaerts met onze jeugdtrainers, die hebben de afgelopen jaren denk ik fantastisch werk afgeleverd. Ja. Anders hadden we nu niet terug kunnen vallen op al die jeugdspelers die in de selectie zitten. We hebben ook in het begin van het seizoen daardoor ook in de dynamiek en in de herkenning en in de identificatie ook van spelers die uit de regio kwamen. Ik noem maar bijvoorbeeld Levi Swans of Simon Jansen of Jakub Roemer. Dat zijn toch jongens uit de eigen opleiding, Stan van Dijk. Zo zijn er een aantal jongens die voorheen nog niet die kans gehad hebben om echt door te breken. En in dit seizoen liggen voor al deze jongens kansen. Voor de een wat meer, voor de ander wat minder. Maar ik ben blij. Het geeft me ook energie. Het geeft me ook het gevoel van, je bent met jonge mensen bezig die beter willen worden, die sterker willen worden. En dat je daar een stuk aan kunt bijdragen in hun ontwikkeling. En ik hoop dat dat nog de komende maanden en jaren doorgaat voor deze jongens. Want ze hebben nog een lange weg te gaan. Ja, die komen dan voor het eerst in zo'n toch wel redelijk gevuld stadion. Want dat moet jullie toch verrast hebben. Dat ondanks de degradatie er veel animo was voor seizoenkaarten. Ik was zelf bij die allereerste thuiswedstrijd. Dat zat goed vol. De sfeer was echt, echt supergoed. Er was zelfs nog een discussie over hoeveel bier dat er het veld op ging. Maar die sfeer was fantastisch, toch Marco? Nee, we hebben een geweldige sfeer beleefd in het stadion. Ik zei het begin al van de uitzending. Is dat, dat we positief verrast waren. Natuurlijk het aantal seizoenkaarten was ook heel positief te noemen, het aantal seizoenkaarthouders. Hadden we niet verwacht. Na zo'n periode van corona waren blijkbaar heel veel mensen heel blij dat ze naar het stadion konden gaan. Maar dan komt het ook nog aan op een stuk sfeer en beleving. En ik denk dat de mensen ons geweldig gesteund hebben. En ik moet ook zeggen, ook afgelopen seizoen, met de nodige compensatieregelingen die we hadden. Ja. Ik ben wel heel erg trots op onze achterban. Dat ze ons nooit in de steek hebben gelaten en tot de dag van vandaag steunen. Dat geldt voor al onze supporters en voor onze sponsors. Dat is gewoon geweldig te noemen. Dus we hopen dat mensen snel weer terug kunnen naar het stadion. Ja, en we zien hier wat beelden van die beginperiode met volle tribunes.
Jos, jij woont volgens mij in deze stad. Kom je ook wel eens mensen tegen die zeggen van Jos, wat is het toch jammer dat we niet ons stadion kennen, hè? Want we missen het zo. Jawel, eigenlijk, ik wil niet zeggen dagelijks, maar echt vaak. En ik moet ook zeggen, de steun van de mensen vind ik overweldigend. We hebben de laatste 2 maanden een moeilijke fase gehad met het team. Ook met de jonge spelers die een draai moeten vinden, die zich door moeten ontwikkelen. Maar ik heb eigenlijk elke week het gevoel dat de mensen meeleven. Nogmaals, het is ontzettend jammer dat ze er niet bij kunnen zijn. Maar ja, we moeten hopen op betere tijden dat zo snel mogelijk hopelijk onze fans weer het stadion in kunnen. Ja, Marco, we hadden het straks al heel even over de financiën. Je stipt het al even aan. Kun je heel kort uitleggen, echt kort, want je hoeft niet de hele jaarrekeningen aan ons te presenteren. Maar hoe staat VVV er eigenlijk financieel voor nu? Ja, VVV kent gewoon, laat ik het maar meteen zeggen, met de deur in huis vallen. VVV kent vele financiële uitdagingen op dit moment. Ja, dat klinkt als, dan zou de eerste journalist zou zeggen van, oh, dat gaat niet goed met Nee, goed. Kijk, laat ik het zo zeggen. Wij komen het seizoen heus wel door, daar niet van. Echter, door de coronamaatregelen, maar ook door de degradatie, word je toch ver teruggeworpen. Ja. En zoals ik al zei, het was een mooi transferbedrag van Giacomakis. Maar daarnaast kennen we toch nog wel de nodige zorgen. En daartoe hebben we ook vorig jaar, dus zijn we begonnen met een strategisch plan. En daar werken we nu ook aan. En we werken ook in de hand van dat plan. En uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat VVV weer financieel rustig vaarwater komt. Maar zoals gezegd, ja, door degradatie heb je fors minder inkomsten. Dat geldt ook voor de coronasituatie. We hebben dadelijk ook nog te maken met compensatiemaatregelen voor supporters en voor sponsors. Want ook daar zullen we moeten afwachten wat er gaat gebeuren de komende tijd. Ja. Wij wachten ook nog op berichten vanuit de overheid, vanuit de KNVB. We hebben bijna dagelijks overleg daarover, net als alle andere clubs. Maar we kunnen niet elk jaar opnieuw het handje ophouden bij onze achterban. Dat houdt ook een keer op. Dat moet ons goed realiseren. En daarnaast is het aan de club zelf ook om vanuit kracht weer te gaan kijken naar de toekomst. Ja, en daar zijn we op de achtergrond ook heel druk mee. Om in ieder geval te zorgen voor een financieel stabiele toekomst voor onze prachtige club. Ja, ik kan me voorstellen dat de meneer aan de overkant van de tafel wel eens zegt van ja, ik zou er wel graag wat bij willen hebben, Marco. Hoe kunnen we dat gesprek voeren? Oh, dat gesprek voeren wij ook bijna dagelijks. En komt hij dan van een koude kermis thuis of is er wel eens wat mogelijk? Nee, maar Jos kent exact onze situatie. Ja. En ik ben daar ook heel open. En die overvraagt dan ook niet? Zeker niet. Nee, ik denk dat Jos heel goed weet hoe de financiële positie van de club is. En we moeten vooral samen kijken wat wel kan. Wat wel mogelijk is om bijvoorbeeld het team te verbeteren. Maar er zijn nog wel veel meer uitdagingen bij VVV. Denk bijvoorbeeld ook aan het stadion. Alle veiligheidsissues die we op dit moment hebben. Daar zijn ook weer investeringen nodig. Ja. Dus we hebben echt wel de nodige uitdagingen. Vandaar dat ik het woord ook uitdagingen, ja. Geen probleem. Ik denk liever vanuit kansen. Nee, maar Jos weet precies hoe de situatie is. En we overleggen op dit moment, omdat we midden in een transferperiode zitten, dagelijks over wat wel kan in plaats van wat niet kan. Maar we gaan wel overwogen te werken op dit moment. Dat zullen we ook moeten doen, want we kunnen de euro maar 1 keer uitgeven. Ja, zo meteen komen we nog even te spreken over het strategisch plan en over het stadion en dergelijke. Jos, even roeiend met de riemen die je hebt. Hoe vind je dat het sportief gaat? Je zei daar net ook al iets over, maar ben je verder? Ben je net zo ver als dat je verwacht had of ben je minder ver? Nou, in eerste instantie weet ik een beetje hoe de verhoudingen liggen. En ik vind dat ik me ook aan moet passen aan de mogelijkheden die de club heeft. Mm-hmm. Ik kan wel elke dag bij Marco aan de deur kloppen en ik zou nog die en die en die speler willen hebben. Maar ik ben daar heel nuchter en heel realistisch. Ik werk dagelijks met de spelers die we ter beschikking hebben. En ik jammer niet, ook niet dat ze spelers uitvallen door blessures of door ziektes. En ik denk dat Marco precies weet wat hij aan me heeft. Ik vraag geen dingen die niet mogelijk zijn. En we moeten ook de economische kant en de financiële kant, daar voel ik me net zo goed, Marco wil zeggen, hij is er verantwoordelijk voor. Maar ik ben vanuit de sportieve vlak ook mede verantwoordelijk, ja. Wat er aan die kant ook wel of niet kan. Ja, we moeten natuurlijk een omslag maken, een inhaalslag. Daar zijn we vanaf de eerste dag mee begonnen. Ik moet ook zeggen, de randvoorwaarden en de faciliteiten die Marco geschapen heeft sinds de eerste dag dat ik binnen ben gekomen tot vandaag, vind ik dat de spelers daar niks ontbreekt. En daar verdient Marco ook een groot compliment voor, want hij zorgt ervoor dat ik zo kan werken hoe ik denk wat de mogelijkheden zijn om dit team in de toekomst ook hopelijk terug te brengen naar de Eredivisie. Ja. En heeft hij voor mij ook heel veel respect, want ik denk dat de spelers zich pas realiseren als ze ooit bij VVV weggaan of het eigenlijk anders dan wel beter is. Ja.
En ik denk wat ik zie, heb ik het ook wel eens anders meegemaakt, ook in Duitsland. Dat we 's morgens geen ontbijt hadden en dat we na de training geen lunch hadden of een sportmaaltijd. Dat is bij VVV allemaal goed geregeld. Ja, dat is echt fantastisch geregeld. We hebben een kijkersvraag. We hebben een aantal kijkersvragen in deze uitzending. Deze komt van Mario Seur. Hij is redelijk tactisch van aard. Kunnen we in de tweede seizoenshelft verwachten dat VVV meer hoog druk gaat zetten in de wedstrijd? Ja, de spelers zouden dat misschien niet zo leuk vinden. Ik ben er een voorstander van. Als je al onze thuiswedstrijden alleen bekijkt, spelen we heel hoog. Spelen we achterin vaak 1-op-1. En we willen eigenlijk kansen gaan afdwingen en de tegenstander naar fouten dwingen. Maar het is niet altijd mogelijk. Het grootste verschil zit hem in de thuis- en uitwedstrijden. Nou, daar hebben we in het eind van de eerste helft van het seizoen al beter in kunnen functioneren. Uit bij Roda, uit bij Telstar, onze laatste twee thuis-uitwedstrijden. En natuurlijk ook afgelopen zondag, waar we ook heel hoog in momenten en in fase van de wedstrijd hoog druk gezet hebben. En de spelers moeten daarin natuurlijk zelf van kunnen profiteren. Maar dat is ook een speelstijl die natuurlijk van tevoren de laatste jaren niet mogelijk was. Omdat VVV vaak inzakte, vaak de mindere waren in verhouding met de tegenstanders. Ja. En dat is een keus die je dan maakt. Wij willen eigenlijk het tegenovergestelde. We willen eigenlijk hoog en aanvallen en druk. Dus eigenlijk is het antwoord ja? Ja. Het antwoord is ja. We hebben natuurlijk allemaal de krant gelezen. We zagen donkere wolken boven VVV hangen. Er was van alles aan de hand. Rondom de trainer, de spelers. Er was gedoe, Marco. Zo kunnen we het toch wel noemen. Ja, volgens de krant was er gedoe, ja. En volgens de algemeen directeur van VVV? Nou nee, voor mij was er geen gedoe. En volgens mij voor Jos was er ook geen gedoe. Dus wij werden eigenlijk negatief verrast door het krantenartikel. Ook nog op een heel verkeerd moment, omdat we s'avonds nog thuis speelden tegen Top Os. Dat was de laatste wedstrijd voor de winterstop. Ja, daar houden ze meestal geen rekening mee. Daar houden ze geen rekening mee. Maar goed, de krant doet zijn werk. Ja. En vervolgens is het aan ons om daarop te anticiperen. Zowel intern, maar ook naar buiten toe. Maar ik denk dat we eerst de blik intern gericht hebben en de nodige gesprekken hebben gevoerd. En wij als volwassen mensen, en zo kijk ik er ook tegenaan, wij werken elke dag met elkaar. Dat doen Jos en ik samen, maar dat doet Jos ook met zijn spelersgroep en met zijn staf. En als er wat is, of als iets speelt, dan weten ze waar ze terecht kunnen. En dat is in eerste instantie bij de trainer of bij Stan Valks. En wij zijn echt wel volwassen genoeg om, als het dan niet loopt, om naar mij te stappen. En dat is niet gebeurd. Kijk, ik vind altijd, als er iets is, dan kun je dat bij VVV heel makkelijk bespreken. De lijntjes zijn kort, de deuren staan open. En ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen tegen iedereen. Van, loop naar binnen en zeg wat je op het hart ligt en dan praten we erover. En dan is het jammer dat zo'n stuk verschijnt. Maar goed, daar heb je dan mee te maken. En vervolgens hebben we de afgelopen periode benut om ook wat intensieve gesprekken met elkaar te voeren. En ik heb het ook aangegeven dat de neuzen dezelfde kant op staan. En we maar voor één doel staan, dat is samen keihard werken om tot successen te komen. En dat we ontzettend blij en trots mogen zijn dat Jos Loekay onze trainer is. Die er elke dag vol voor gaat en dat iedereen daar een voorbeeld aan kan nemen. En dat ook een drive moet zijn voor iedereen. Ja. En een stimulans. En nou, ik ben blij dat we zondag wat dat betreft een mooie overwinning hebben geboekt. En laten we zo verder gaan. En vooral vooruitkijken. Jos, jij bent dan met die wedstrijd bezig met de selectie. En je slaat de krant open en je denkt... Ja, ik voel me diep getroffen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het er ook heel moeilijk mee gehad. Voor Kerstmis was het en... Ik heb geprobeerd tussen kerst en de jaren daar wat afstand van te nemen, maar dat is heel moeilijk. Ik heb dan ook voor mezelf alles op een rijtje gezet. De 6 maanden geanalyseerd voor mezelf. Ik heb het ook vorige week uitvoerig naar de groep toe overgebracht. En dat telt maar één ding en dat is het belang van VVV. En het is niet het belang van Jos. Het is niet het belang van de spelersgroep, maar het gaat erom dat VVV in de toekomst die weg en die stappen naar de Eredivisie kan maken. En dan telt maar één ding, dat is dagelijks met elkaar keihard te werken om beter te worden. En elkaar zo te steunen dat je met elkaar en niet over elkaar praat, maar dat je een eenheid bent, dat je een chemie hebt tussen in de spelersgroep, maar ook tussen de spelersgroep, de medische staf en de technische staf. Mm-hmm. Ik denk dat we daar keihard aan gewerkt hebben het laatste half jaar. En als je die beelden terugziet van het begin van het seizoen, ik zeg maar, je hebt 2,5 maand fantastisch kunnen functioneren in de ontwikkeling. Het team presteerde vooral in thuiswedstrijden heel erg sterk en goed. De atmosfeer in het stadion was respectvol. Dan krijg je de laatste 2,5 maand tegenslagen.
Ja, en dan wordt het, krijg je dan achteraf, is er dan weerstand of is er ontevredenheid? En dan had ik eigenlijk verwacht dat je dan vanuit de spelersgroep dan ook signalen krijgt waar je dan iets mee kan doen. Als je daar signalen mee krijgt, dan liggen het aan de trainer of aan de staf om daar misschien nuances in te brengen of daar veranderingen in te brengen. Liever dat ze je rechtstreeks iets gezegd hadden dan dat het uiteindelijk in een krantenartikel verschijnt. Ja, precies. En als ze dat dan niet doen, dan komt het natuurlijk hard aan. Ja. Kijk, we hebben Stan Valliks, die eigenlijk dagelijks bij de club is, die ook een clubman is, die voetbalachtergrond heeft. Bij Marco kunnen ze eigenlijk ook met al hun problemen eigenlijk terecht. We hebben eigenlijk met z'n drieën elke dag contact. Dus, maar het was ook verrassend voor Stan en voor Marco. Dus als er dan iets was, en ik hoop dat ze dat in de tweede helft van het seizoen wel gaan doen. Als er iets leeft of ontevredenheid is of iets is te zwaar, dan moeten we daar met elkaar over spreken. Als dat het succes zou bevorderen voor de eerstvolgende wedstrijd weer. Ja. Je zegt heel erg onderdanig bijna van het gaat om de club. Het gaat niet zozeer om mij. Maar ik kan me toch voorstellen dat het eergevoel van trainer Jos Luukay uit Venlo zo groot is dat je graag hebt dat dit project slaagt. Ja, zeker. Als je die met Jos Luukay. Ja, als je diep van binnen kijkt, wil ik eigenlijk maar één ding. Ik wil met VVV een keer op de oude markt staan met de hele spelersgroep. Maar dan zul je me echt niet op de eerste rij zien. Dan moet je me echt met een vergrootglas gaan zoeken. Ik vind dat de spelers eigenlijk in de schijnwerpers moeten staan. Het team. En dat is voor de club ook ontzettend belangrijk dan. En als we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen, dan ben ik de gelukkigste man. En ik heb dit gedaan, dat ik wist dat het een verschrikkelijk moeilijke opgave was en is. Maar ik loop er niet voor weg. En ik probeer elke dag 100% ervoor te gaan. En ik heb natuurlijk wel mede steunende mensen nodig om me heen. Nou, die heb ik in ieder geval vanuit de club zelf. Marco als algemeen directeur, echt die zoveel passie en emoties heeft ook bij wedstrijden wat ik dan meekrijg, maar er dag en nacht mee bezig is. Ja. En Stan Valliks precies hetzelfde. Maar ook de mensen uit de RVC die mij nog geen seconde, nog geen minuut twijfel hebben aangegeven van of je de juiste of niet de juiste bent. We zijn intern, staan we echt achter elkaar en het doet. En dat geeft mij een ontzettend goed gevoel. Maar het belangrijkste is dat het team zich verder gaat ontwikkelen en dat we gaan presteren. Ja. En in dat topsportklimaat is winnen het allerbelangrijkste. Ja. En als je verliest, moet je niet gelukkig zijn, moet je niet tevreden zijn. Helder. En dat is een omslag die ook gemaakt moet worden in de toekomst. Als je nou het samenvat, kun je nou zeggen dat alle plooien gladgestreken zijn, Marco, rondom de kerstperikelen? Ja, kijk, dat weet je nooit, hè. Dat weet je nooit. Maar ik ga er wel vanuit dat iedereen vanuit zijn verantwoordelijkheid, vanuit zijn verantwoordelijkheid zijn werk verricht. En daarvoor waar hij naar VVV gekomen is. Dat geldt voor spelers, dat geldt voor staf, maar dat geldt ook voor al mijn collega's. Ja. En we staan voor allemaal hetzelfde doel. Ja, en uiteindelijk ga ik wel uit ook van dat stukje volwassenheid dat we met elkaar moeten opbrengen. Dat is het minste wat je kunt vragen. En nogmaals, we mogen ontzettend, ik zei het zojuist, blij en trots zijn op het feit dat Jos die handschoen heeft opgepakt, trainer is van VVV. En ja, dat elke dag met ziel en zaligheid alles aan doet om dat ene doel te bewerkstelligen. En dat is uiteindelijk weer terug te keren naar de Eredivisie. En dat gaat niet vanzelf. Daar zijn heel veel stappen voor nodig. Daar is ontwikkeling voor nodig. Daar is een topsportklimaat voor nodig. Ja, en als we die randvoorwaarden kunnen schapen, dan doen we dat. En dan gaan we samen gewoon aan de slag. En dat is niks zo mooi om samen met heel veel plezier en energie, ondanks een hele moeilijke periode waarin wij als club zitten, maar ook waar de hele samenleving in zit, om dat samen te bewerkstelligen. En ja, daar kan ik elke dag van genieten. En ik denk dat ook wel iets waard is. Jullie hebben vertrouwen, je spreekt vertrouwen uit in de trainer. We gaan even een instartje doen, zoals dat dan mooi in televisieland heet. En u iets presenteren wat u wellicht nog niet wist, hopelijk niet. En wat heel mooi is voor VVV en ook voor de hele regio en voor Jos Luukay. Daar komt-ie. Veel aan de hand in Venlo. Wat stukken in de kranten. Directeur Marco Bogers sprak duidelijke taal. Iedereen die niet verder wil met Jos Luukay, mag zijn contract inleveren. Jos Luukay is een strijdbare man. En ik vermoed wel dat hij gewoon doorgaat. Jos Luukay voelt wel de 200% steun van de mensen in de leiding van VVV. En dat geeft hem vertrouwen voor de toekomst. Ja, dat zegt het allemaal. Jos blijft bij Jos. Hè. Het contract wordt verlengd. Kun je de details al geven, Jos?
Ja, ik denk dat ook het vertrouwen al vooraf was. Marco heeft mij een keer in oktober bij zich geroepen en vroeg toen van hoe voel je je, hoe zit je erin? Wij zouden heel graag met je verder willen. En ik heb tegen Marco gezegd, nou, ik heb totaal geen twijfel, ik voel me goed. Dat was zeg maar, denk ik, in oktober, in die periode, daar hadden we net 2 of 3 keer verloren. Daar sprak al vertrouwen en respect uit. En uiteindelijk is het deze week gewoon rondgekomen, zonder moeilijk te doen. We zijn overtuigd dat we op de goede weg zijn. Het moet gekoppeld worden natuurlijk ook aan resultaten en aan de positie op de ranglijst. Ja, maar dat zijn echt deze groep werkt echt keihard elke dag opnieuw. Dus we gaan ook weer er vol voor om in de toekomst sportief gezien hopelijk ook die successen binnen te halen. Ja, jullie staan nu ergens ongeveer halverwege de ranglijst. Tabel wilde ik zeggen, maar dat is meer Duits volgens mij. Hè. Waar gaat het naartoe als het aan de trainer en de spelers ligt? Nou ja, eigenlijk is de positie op de ranglijst realistisch. Als je bekijkt hoe we er voor het seizoen voor stonden en waar we nu staan. Maar we willen wel, ook vandaag nog en morgen en overmorgen, nog die ambitie hebben om richting plaats 8 te komen. En als die young teams eventueel er nog tussen staan, die vallen weg. Ja. Dus we moeten er alles aan doen om eventueel nog in die play-offs te komen. Dat zou ontzettend mooi zijn. Wat er daarna dan uit voort zou komen, ja, NEC kan erover meepraten vorig seizoen. Die nog plotseling via de play-offs in de na-competitie nog de deur geopend hebben naar de Eredivisie. Dus het zou niks mooier zijn als dat nog zou gebeuren. Ja. Maar ja, dat is nog een lange weg. We zijn pas begonnen, dus wie weet, we weten eigenlijk pas uiteindelijk hoe het er op het eind van het seizoen voor staat. Maar we willen wel ontzettend goed ons best doen om daar nog misschien in die positie te komen dat we de mogelijkheid nog hebben op het eind van het seizoen. Je ziet in de winterstop vaak ook wat mutaties. We hebben Nick Venema zien binnenkomen. We kregen deze week het nieuws dat Erik Sorga vertrokken is. Dan zou ik zeggen, dat is een soort van ruil. Maar hoe pakt hij uit voor VVV, denk je? Nou, we hebben in ieder geval afgelopen zondag al gezien hoe waardevol hij kan zijn. Ja, we hebben al in de zomer een heel goed gesprek met hem gehad. Toen is het niet doorgegaan. En nu waren we heel snel met Nick tot een akkoord. Hij wilde ontzettend graag. Wij wilden heel graag. En ik hoop dat hij die lijn door gaat trekken van afgelopen zondag. Het is een jongen die zijn snelheid als wapen heeft. En daarnaast heeft hij scorend vermogen. Ja. En we weten zelf dat we in de eerste helft van het seizoen daar met name tekort kwamen. Hè? En zeker vaak ook in thuiswedstrijden. Dat we te veel kansen nodig hadden om effectief te zijn. En Mick kan ons daarin helpen. Maar ook de andere jongens kunnen daar nog wel een stijgende lijn in gaan forceren en afdwingen. Ja, wat me ook nog opviel, de nieuwe aanvoerder. Terwijl wij dachten, ja, die Danny Post, dat is toch wel een echte boegbeeld van Venlo en VVV Venlo. Is ook zo. We weten allemaal wat Danny voor VVV betekend heeft. En nog, hij is de aanvoerder geweest die altijd voorop in de strijd gaat. En dat zal hij ook zonder aanvoerdersband doen. Maar er is een ontwikkeling in dit team waardoor je spelers ook meer verantwoordelijkheid moet geven. Ze moeten uit zichzelf ook meer initiatief gaan nemen. En ze moeten elkaar zich nog meer gaan stimuleren, maar ook gaan corrigeren. En dat is naast het veld, maar ook op het veld vooral, om daar dominanter te worden. En ik vind dat deze jonge groep nog volwassener moet worden om ook het naar elkaar te durven uit te spreken. Als het goed is, maar ook als het minder goed is. Of als je elkaar moet corrigeren. En daar kan Coghlin een rol in spelen. Ik hoop dat hij daar persoonlijk de volgende stap in gaat maken. Hij is natuurlijk een fantastische verdediger. Hij heeft een sterke eerste helft van het seizoen gedraaid. Maar hij staat ook op een verantwoordelijke positie. Ja. Waar je ook niet alleen jezelf goed in je prestatie moet brengen. Maar ook je medespelers. Ja. En vooral die jongens in de as. Hè, dat zijn al jonge jongens die nog eigenlijk weinig wedstrijden op eerste divisieniveau gespeeld hebben. Ja, dan moet je wel jongens hebben die ook het initiatief durven, maar ook moeten nemen. Als je kijkt naar afgelopen zondag, ja, dan is ons middenveld is Kees de Oosten met 21. Dan is Wassim 18 en is Stan van Dijk 20. Dus daarachter staat dan Christopher de Gazen met 23. En Brian is de oudste met 25, vorige week geworden. Maar in de as moet je wel verantwoording nemen. En ik hoop dat, kijk, met Danny weet ik zeker, als hij dadelijk weer terug is naar zijn blessure, dat hij volop en voorop weer gaat in de strijd. Door zijn karakter, door zijn mentaliteit. Maar Danny heeft veel wedstrijden gemist in de eerste helft van het seizoen. Helaas door zijn verschillende blessures die hij had. En nu is hij er weer niet. Dus die jongens moeten wel nu
Ja, dus het is geen degradatie van Danny Post. Het is meer een, ook een praktische uitvoering van dat je een leider moet hebben. In ja, stad. Zeker. En het gaat eigenlijk om dat je hoe meer steunpilaren je hebt, zo meer stabiliteit beter, ja. Zou dit team goed kunnen gebruiken. Marco, komt er nog transferversterking nieuws deze maand? Want er is nog een transferwindow open. Nou ja, goed, wat ik al zeg, er wordt bij dat dagelijks overleg gevoerd tussen Jos, maar ook het scoutingteam van VVV. En we kijken wel waar we ons kunnen versterken, maar we doen dat alleen maar op het moment dat het een meerwaarde heeft ten opzichte van de huidige selectie. We kijken ook nadrukkelijk naar de ontwikkeling van onze eigen jongens, zoals Jos al aangeeft. Jeugdspelers die we hebben, want ja, dat moet een ontwikkeling van eigen spelers zeker niet in de weg staan. Dus dat vinden we heel belangrijk. Want ja, we hebben niet van niks een voetbaltechnisch beleidsplan. Daar zijn een aantal doelen gesteld. Daar willen we ook aan vasthouden. We willen wat dat betreft ook echt koersvast zijn. Maar we kijken wel, Jos geeft ook aan, dat onze ambitie is om uiteindelijk toch wel te kijken of we bij de eerste acht kunnen komen. En als we daar iets missen of iets ontbreekt in het elftal en we kunnen daar iets aan toevoegen en dat is ook beschikbaar op de markt en ook financieel haalbaar, dan kijken we daarnaar. Ook nu? Ook nu, ja. Ook nu, ja. Dus het zou kunnen? Het zou kunnen, maar nogmaals... Dat is geen zekerheidje. Nee, geen zekerheidje. We doen dat pas echt op het moment dat we zeker weten met z'n allen. En met z'n allen is nogmaals het proces van hoofdtrainer die daar een hele belangrijke stem in heeft. Ons scoutingteam. We hebben een aantal scouts die dagelijks op pad zijn voor ons. Ja, die moeten allemaal ja zeggen. En als we allemaal overtuigd zijn, dan zullen we iets doen. Helder. We gaan het zo ook nog heel even hebben over de strategie van VVV in de toekomst. Maar misschien sluit een kijkersvraag daar wel heel mooi bij aan. Namelijk die van Henry Huizinga uit Venlo aan Marco. Hoe ziet de toekomst van De Koel eruit? Daar zijn we allemaal wel benieuwd naar. Het veel geroemde, idyllische cultstadion. Dat willen we natuurlijk 19, niet kwijt. Want dat moeten we niet vergeten. Op 19 maart aanstaande 50 jaar bestaat. Kijk. Dus dat laten we ook zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. We zijn met een commissie op de achtergrond bezig om de nodige festiviteiten te organiseren. En het is ook de bedoeling om de wedstrijd tegen Emmen, die op 18 maart gepland staat, te verplaatsen naar 19 maart. En dan hopen we dan op een volle Koel. Ja. Dus daar gaan we voor. Dus dat is ook belangrijk nieuws en belangrijk om te vermelden. Nee, het stadion zelf, dat weten we denk ik met z'n allen. Dat is ook niks nieuws. Het stadion is sterk verouderd en kent de nodige mankementen. We hebben ook de nodige uitdagingen als het gaat om de veiligheidsinfrastructuur. Daar hebben we de afgelopen maanden veel overleg met de gemeente over gevoerd. En nog steeds. En dat is echt wel een groot knelpunt. Daar moeten we het ook echt over gaan hebben. Om uiteindelijk te kijken dat we integraal een aantal zaken kunnen oppakken in dit huidige stadion. Maar uiteindelijk, en dat staat ook in ons strategisch strijdplan, dat is een van de belangrijke pijlers, is de stadionontwikkeling. En als VVV op termijn wil blijven meedoen, want het belangrijkste in het strijdplan is aanhaken of afhaken. En aanhaken betekent ook gaan meedoen. En meedoen is uiteindelijk ook structureel eredivisie. Dat is wat we op termijn wel willen. Het stadion speelt natuurlijk een heel belangrijke rol. En het gaat uiteindelijk om de verdienmodellen die je kunt creëren in een stadion. En die zijn in De Koel uiterst beperkt. En we hebben natuurlijk het project De Trap Omhoog. Maar we zitten wel met een grote uitdaging dat het heel lastig is op dit moment om investeerders, mensen te vinden die willen investeren in het huidige stadion. We kijken wel naar die stadionontwikkeling. Dat is op korte, middellang en lange termijn. Dus dat staat ook in ons strijdplan. En op de achtergrond werken we ook aan diverse scenario's. En een scenario, ik hoor het al een beetje tussen de regels, is dat het goed zou zijn voor VVV om ooit een keer een andere plek op te zoeken. Of wil je dat zo hard niet zeggen? Nou ja, ik wil dat zeker nog niet hardop zeggen. Maar het zou niet goed zijn. Het zou niet goed zijn om het daar niet over te hebben, maar vooral daar niks mee te doen. Dus we zijn nu volop aan het kijken wat zijn de mogelijkheden in deze stad. Om te kijken naar scenario's. Maar goed, we weten ook dat een nieuw stadion niet van vandaag op morgen gebouwd is. En het kost wat geld ook. Het kost behoorlijk wat geld. Maar laten we gewoon kijken, we benoemen het in het strategisch strijdplan ook stadionontwikkeling. We kijken uiteraard naar de mogelijkheden in de huidige Koel, want daar zitten we de komende jaren. Dus we zullen moeten kijken naar de verdienmodellen al daar en de groeipotentie die we daar nog hebben. Maar uiteindelijk is het wel de strategie om te kijken naar een ontwikkeling voor de lange termijn, waarbij VVV ook structureel in de eredivisie kan spelen. Ja. Noem voorbeelden als Heracles Almelo. Nou, ik kan er nog wel een aantal. Daar kijken jullie dan naar als voorbeelden? Ja, maar daar kijken we naar. Maar we praten ook veel met die clubs. Maar waar het vooral om gaat, is dat de ontwikkelingen in het nationale voetbal, maar ook zeker internationaal, razendsnel gaan op dit moment. En uiteindelijk wil VVV wel aanhaken. En willen we ambitieus zijn? Nou, we hebben net ook gezegd, we willen op termijn weer terug naar de eredivisie. Maar dat gaat altijd gepaard met financiële mogelijkheden.
En de Cool kent heel veel beperkingen. We hebben heel veel veiligheidsissues, brengt heel veel extra kosten met zich mee. En zo kan ik nog wel even doorgaan over het huidige stadion. Maar we zullen echt naar de toekomst moeten kijken. En we zullen de gesprekken niet alleen met gemeenten oppakken, maar we zullen ook met allerlei partijen gaan praten over mogelijkheden in de stad. Maar vooral ook voor de regio, om te kijken van ja, waarom zou je een nieuw stadion moeten bouwen? Uiteindelijk gaat het ook, wij willen ook een katalysator zijn voor allerlei belangrijke ontwikkelingen in de regio. Denk bijvoorbeeld ook in de gezondste regio. Ja. En je wil niet constant blijven pingpongen natuurlijk tussen twee divisies ook. Nou, het is eigenlijk, ja, kijk, mag je het zo niet ik zeggen? Vind het hartstikke leuk. En ook hartstikke, we hebben het de afgelopen week met een aantal mensen ook over gehad. Ik heb het ook mee mogen maken. Het is prachtig om een aantal keren te promoveren. Het is helemaal niet leuk om te degraderen. En als je dan wel weer weet dat je weer promoveert. Maar die zekerheid heb je natuurlijk nooit. Ja, het enige voordeel is dat je dan een keer op de markt staat. Nou ja, dat is fantastisch om mee te maken. Alleen wat ik al schets, is dat de verschillen tussen de eerste en eerste divisie financieel enorm groot zijn en groter worden. Ja. En dat zie je in de top van Nederland, zie je dat al gebeuren, dat de verschillen groter worden. Maar die verschillen worden ook groter tussen de onderkant van de eredivisie en het linkerrijtje van... Dus het wordt moeilijk om aan te haken en een nieuw stadion zou mogelijk als aanjager kunnen werken voor het makkelijker maken van het aanhaken. Precies. Wij blijven eigenlijk al heel veel jaren in het cirkeltje draaien. Ja. En het cirkeltje betekent op enig moment dat je heel erg terug moet, zoals nu ook. En dan is de vraag, wat wil je nu als club? Die vraag hebben we onszelf ook gesteld. En dat hebben we ook met onze aandeelhouders en met de RVC hebben dat besproken. Vandaar ook dat we een strategisch plan hebben ontwikkeld. Dat is ook gereed, dat is ook inmiddels goedgekeurd door de RVC en ook door de aandeelhouders. En daarmee gaan we ook aan de slag. Maar het is belangrijk dat we een koers uitzetten en ook een stip op de horizon hebben voor de lange termijn. Ja. En dat kan de club niet alleen. Hè. Daar hebben we ook allerlei partijen en mensen bij nodig. Maar het gaat er uiteindelijk weer om. Ja, betaald voetbal in deze stad en regio is denk ik enorm belangrijk. We hebben het over ambities dat we de gezondste stad en de gezondste regio willen zijn in 2025. En daar sluit het strategisch plan naadloos bij aan. Hè, dus daar is ook alles op geënt. En daar zullen we ook de komende tijd veel stappen in gaan zetten om uiteindelijk daar te komen. Ja. En nogmaals, we komen heel veel stadions. Ik ben de afgelopen jaren in de Eredivisie in heel veel stadions geweest, maar ik ben stikjaloers. In die zin op al die ontwikkelingen al daar en de mogelijkheden die er zijn. En het is gewoon jammer dat wij al heel veel jaren achter de feiten aanlopen. En uiteindelijk komt er een moment dat je, ja, dat je weer niet verder kunt. En, ja. Ja, en dat je daar wil je eigenlijk eens een keer vanaf, zeg maar. Dat wil je. Je wilt ook ambitie. Kijk, het gaat ook om perspectief. Perspectief voor je staf, voor je selectie, voor je collega's op kantoor. Maar natuurlijk ook gewoon voor je achterban. Ja. En natuurlijk vind ik te Cool, hè, want dat is denk ik ook de vraag van deze kijker. Natuurlijk is de Cool een fantastisch iconisch stadion. En het oudste stadion, denk ik, een van de oudste van Nederland. Prachtig. Ik geniet er ook nog elke dag van als ik er rondloop. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je wel kijkt naar de lange termijn en of een club als VVV verder kan. En ook de ambities kan verwezenlijken. Daar gaat het uiteindelijk om. De trainer is vaak niet onderdeel van die lange termijn. Alhoewel deze trainer een iets langere termijn gaat krijgen. Nou, wat ons betreft, Ruud, is het belangrijk dat wij, en daar wil ik wel iets over zeggen, kijk, over die contractverlenging. Kijk, we hebben ook een voetbaltechnisch beleidsplan gemaakt als onderdeel van het strategisch strijdplan. Ja. Dan is het belangrijk ook dat je daar iemand aan het roer hebt staan die weet waar de club voor staat, waar we naartoe willen, die daar ook achter staat en waar je op een fantastische manier dagelijks mee kunt sparren over zaken die in dat voetbal omgaan, iedere dag opnieuw. En dat voetbaltechnisch beleidsplan, daarin zetten we nu stapjes naar verdere professionalisering, maar uiteindelijk om dat ene doel weer te bereiken, Eredivisie, en uiteindelijk daar structureel te blijven. Maar dat structureel blijven, ja, daar is veel meer voor nodig en dat ga je op termijn niet redden in de Cool. En hoe denk jij, Jos, die sportieve doelstellingen voor de komende tijd te gaan bereiken? Zijn jullie op de goede weg of moet er nog wat veranderen? Of heb je al afspraken over veranderingen met Marco en co? Nou ja, het belangrijke is dat we dagelijks daarin communiceren. En als we ideeën hebben of als we mogelijkheden zien waar we ons moeten veranderen of kunnen verbeteren, ja, dan zullen we dat met onze mogelijkheden doen. Alleen, we zijn met vandaag weer bezig om ons te richten op de eerstvolgende wedstrijd vrijdagavond. Ja. En ik denk dat primair wij uit de sportieve vlak ons puur moeten richten op de eerstvolgende wedstrijd weer. En dat we hopelijk weer aan kunnen knopen aan het succes van afgelopen zondag. Ja. En de verdere toekomst is altijd in de begeleiding om samen die volgende stapjes in de goede richting te maken. Ja. Het grote voordeel is dat je er een scorende middenvelder hebt bijgekregen. Die heeft zich geopenbaard, zo zeg maar, in de eerste helft van het seizoen. Die gaan we zo meteen aan tafel zien.
Ik wil jullie danken voor jullie komst en voor jullie heldere uitleg. En veel succes in het jaar 2022. Dat het inderdaad een nog mooier jaar mag worden. Of een veel mooier jaar mag worden dan 2021. Dankjewel. Zoals gezegd, Mitchell van Rooyen. Hij was er ineens. Hij dook heel vaak op in het 5-meter gebied. En scoorde daar zelfs 4 keer in de eerste seizoenshelft. Dit waren die goals. Swans. En daar is de 2-0. Mitchell van Rooyen kopt raak. En zo Eindhoven verder in de problemen. Zo deelt VVV de lakens uit in het eerste kwartier. En komt het binnen dat kwartier ook op voorsprong. Nu is het wel raak voor Mitchell van Rooyen. Zijn derde van het seizoen. Essanoussi. Voorzet op Braken. Die raakt die bal. Roemer legt terug. Daar is Van Rooyen. Daar is Van Rooyen. Daar is Van Rooyen. Mitchell Van Rooyen, zeg. Ja, goed gezien door Roemer. Die bal teruglegt op Van Rooyen. En die maakt dan zijn treffer, dat is alweer zijn vierde van deze competitie. Hij heeft lange tijd droog gestaan, maar nu met zijn nieuwe rol, waarin hij ook in de 16 mag komen, waarin hij de meters moet maken, ja, dan weet hij het af te maken. Terwijl Kaak in conclave is met de scheidsrechter. VVV, daar is Braken, die kopt die bal via de rug. Roemer, die legt hem terug. En dan loopt de scheidsrechter wellicht bij Kaak in de weg. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar Mitchell van Rooyen is er als de kippen bij. En die scoort de 1-0 voor de thuisploeg. Ja, aan tafel Simon Jansen uit de jeugdopleiding van VVV en van SV Blierik vroeger volgens mij ook nog. Hè. Ja. Welkom. En degene die 4 mooie doelpunten maakt, Mitchell van Rooyen, welkom. Allereerst, ja, dit zit er de komende paar weken waarschijnlijk niet in, toch? Nee, helaas even niet. Ik heb een kleine terugslag gekregen aan het begin na de winterstop op de training. Ja, dat houdt me er helaas even uit. Maar, En wat is even dan? Want dat willen de supporters vast en zeker weten. Dat weet ik niet. Daar kan ik nu nog niet. Er is nog geen prognose gemaakt. Nee. Wat is het voor blessure? Het is iets in mijn bovenbeen, maar het is niet heel erg gelukkig. Dus hopelijk valt het mee. Hoe kijk je terug op jouw vorm van de afgelopen weken? Want dit ziet er allemaal natuurlijk prima uit. Het staat goed op je cv. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik denk goed, positief. Aan het begin een moeilijke start gehad zelf. Kwam uit corona. Kom bij een nieuwe club, nieuwe omgeving. Spelers, trainers, mensen binnen de club moeten wennen aan mij. Ik moet wennen aan hun. En uiteindelijk ben ik goed opgevangen door iedereen. Ik heb het heel erg naar mijn zin. En uiteindelijk de laatste week is het ook goed gegaan op het veld. Nou, hoe kan het dat je naar je zin hebt? Kun je dat omschrijven waar het aan ligt? Ja, wat ik zeg, ik ben heel goed opgevangen door iedereen. Je komt in een voor jou onbekende stad. En waar ik altijd eigenlijk in Utrecht heb gezeten. Ja. Maar ik ben heel goed opgevangen. De trainingen heb ik heel erg naar mijn zin. Het niveau is goed. Dus dan ga je zelf ook steeds beter presteren. Ja, je mag van de trainer af en toe opduiken voor het doel. Ja. Ik heb het opgezocht. Je bent ongeveer 1,78 meter. Je kopt er toch een paar ballen in. Dat is toch best bijzonder. Ja, want zo lang is Mitchell van Rooyen niet. Nee, klopt. Nee, ik ben vroeger aanvaller geweest. En meestal stond ik dan ook wel eens op de goede plek. Ja. En dat zie je dat het dit seizoen ook een paar keer is gebeurd. En dan komt het af en toe met het hoofd. Ja. En dus je hebt een fijn gevoel overgehouden in de laatste weken. Maar dan zal dit wel in onbalen zijn, toch? Ja, dat je nu, dit is op een niet goed moment, zeg maar. En, ik kom wel weer sterker eruit, maar het is altijd even vervelend als je een stapje terug moet doen door een blessure. Ja, Simon, hoe kijk jij terug als jonkie en iemand die net een nieuw contract heeft en zo? Ja, ja. Hoe kijk je terug op die eerste seizoen zelf? Bij jouw eigen club? Ja, ik denk tevreden, want het is toch het eerste seizoen waar ik toch eigenlijk bijna alle wedstrijden heb gespeeld. Mm-hmm.
een nieuwe positie, dat wel. En ik heb het daar uitstekend naar mijn zin, linksback. En het begon goed en ik denk dat de laatste weken voor de winterstop voor mezelf persoonlijk iets minder was. Waar zat dat in? Ja, er speelden wat dingetjes, ook met mijn contract natuurlijk. En ik maakte een foutje tegen Telstar bij de tweede paal. En dat is toch misschien een beetje in mijn hoofd gaan zitten. En dan gaat het ten koste van het vertrouwen. Maar ik denk dat ik er nu wel helemaal overheen ben en dat ik weer door kan kijken naar de tweede seizoen zelf. Ja, je ziet het niet, maar de trainer stond op de achtergrond te lachen toen je zei het is in mijn hoofd gaan zitten. Ja, ja. Hoe kan dat? Want ja, foutjes horen bij voetbal. Ja, dat is waar, maar dat zit er altijd bij. Maar is toch het is niet echt een voetbalfout, laten we het daarbij. Ja, het is een knullig foutje. Ja. En het ziet er knullig uit. En als dat gebeurt, is het niet fijn. We winnen die wedstrijd wel. Gelukkig. Gelukkig. En dan tegen jonge Utrecht sta ik weer bij de tweede paal. En gaat die bal door mijn been heen. En dat zijn geen leuke momenten, maar die zitten ertussen. Ja. Maar dat hoort erbij. En maak je dan, omdat je misschien pas 21 bent, zorgen over je contract? Of wat speelt er dan in dat hoofd? Ja, niet per se, maar ja. Het is niet leuk als je een doelpunt tegenkrijgt waar je zelf bij betrokken bent. Ja. Maar ik heb ook heel veel wedstrijden gehad waar het allemaal goed ging en waar ik leuke wedstrijden heb gespeeld. Dus daar moet je ook weer aan denken. En het is niet zo dat die wedstrijden slecht gingen, maar het is gewoon één moment dat eventjes minder is. Maar ja, daar kom je wel weer overheen. Jij bent niet veel ouder, maar hoe kijk je naar deze jeugdige onzekerheid? Nee, ja, het is natuurlijk. Ik denk dat Simon een hele goede eerste helft van het seizoen heeft gespeeld. Dus op een positie, wat hij zelf ook al zegt, ja, waar hij niet aan gewend is eigenlijk, heeft hij heel goed opgepakt. En ja, iedereen maakt wel eens een foutje. En ja, het probleem is alleen dat als je verdediger bent, ja, als je als aanvaller een fout maakt, dan kan het nog goed gemaakt worden als, ja, verdediger. Staat hij er nog misschien. Ja. Dan is het soms lastig als verdediger. Maar ja, wat ik zeg, de eerste seizoenshelft van Simon is goed geweest. Ja. Simon, een kijkersvraag voor je van Jens. Je zei het al, ik heb een nieuwe positie gekregen. Ik ben naar linksachter verhuisd. Waar speel je liever, op het middenveld of achterin? Momenteel linksachter, want daar sta ik in de basis. Ja. En, ja, maar je hebt vast een voorkeur. Ja, ik heb in de keukenkampioendivisie nog niet op het middenveld gespeeld. Dus ik weet niet hoe dat is. En in de eredivisie was ook het middenveld veel verdedigen. En we hadden weinig de bal. En ja, dus ik weet niet hoe het middenveld nu is in de keukenkampioendivisie. Ik kan wel zeggen dat ik uitstekend naar mijn zin heb op linksback. Ja. En nu dan tegen die Graafschap speelden we met 5 achterop en stond ik meer centraal. Ik had het ook naar mijn zin in die wedstrijd. En ja, dus ik kan niet zeggen wat nou mijn voorkeur is. Maar natuurlijk zou ik ook wel als een keer uitpakken. Weer een keer middenveld. Ja. Ja. Je hebt niet zoiets van ik ben meer een middenvelder dan een verdediger of zo. Nou, ik denk dat ik aan de bal beter ben dan zonder bal. Ja. Dus ik denk dat ik op het middenveld misschien ook wel weer goed uit de voeten kan. Ik ben niet echt een verdediger, laten we het daarbij houden. Maar ik ben wel beter als ik het spel weer voor me heb. Dus aan allebei de posities zitten verschillende kanten. Ja. Als je nou terug moet blikken op het eerste seizoenshelft qua resultaten. Hè? We hadden het straks al even over ongeveer halverwege de ranglijst. Is dat naar tevredenheid of zeggen jullie van nou, dat had eigenlijk wel een stuk hoger gemogen? Ja, tuurlijk had het had hoger gemogen, maar ja, in sommige wedstrijden heeft het niet meegezeten ook. Dat we nipt verloren. Ja. Of dat we, zoals in het begin van het seizoen, dat we een paar keer nog in de blessuretijd tegengoals kregen. Dus ja, dat heeft het niet meegezeten. En ja, uiteindelijk hebben we nu een tweede seizoen zelf nog voor ons. En dan willen we gewoon alles proberen om de play-offs te halen. Ja, dan zat het afgelopen week wel een keer mee in het einde van de wedstrijd, toch? Ja, dat wel. Is dat de ommekeer? Ga je nou meer geluk krijgen in de tweede seizoen zelf? Laten we het wel hopen. Of dwing je dat af? Ja, natuurlijk geluk. Ik ben van mening dat je geluk afdwingt. En de laatste weken denk ik ook dat we gewoon prima voetbal hebben gespeeld. En we zijn 2022 goed begonnen. Knappe overwinning uit bij de Graafschap. Dus die lijn moeten we doortrekken. Ja, maar Simon, als ik de trainer dan hoor zeggen van ja, we gaan kijken wat we kunnen doen. En heel misschien komt er dan nog wel een play-off plek in beeld, zonder te zeggen dat dat moet. Ik kan me voorstellen dat jullie zoiets hebben van dat gaan we realiseren voor VVV. Nee, maar we gaan er ook echt voor. En ik denk dat de trainer dat ook zeker wil. En die wilde ook bij de eerste 8 eindigen. Maar hij wil misschien de druk niet zo hoog leggen bij jullie. Nee, maar ik vind gewoon dat we als VVV zijnde bij de eerste 8 moeten eindigen. Ja. Ook al zijn we in een nieuw seizoen. En als je kijkt naar wedstrijden die we verloren hebben en waar we punten hebben laten liggen, vind ik het
onnodig dat we dat punt hebben laten liggen. En natuurlijk hebben we ook wel wedstrijden gehad met het publiek dat we in de laatste minuten wonnen. Maar ik denk dat we toch wel meer punten moeten halen dan in het eerste seizoen zelf. En we gaan er alles aan doen om bij die eerste acht te komen. Ja, we hebben het ook al gehad over die supporters. Hoe voelt dat als voetballer, een leeg stadion? Dat is verschrikkelijk. Ja? Je hoort elkaar en de supporters... we hebben het al vaker ook op filmpjes gezien hoe belangrijk ze voor ons waren en zijn. En we hopen dat ze snel terugkomen, want dat waren mooie wedstrijden aan het begin van het seizoen. Ja, hoe ervaar jij dat, Simon? Ja, als je kijkt naar de eerste wedstrijd van het seizoen, ik keek net ook een paar beelden terug. Hoe de supporters er stonden te springen en ons. Ja, ik denk dat het toch wel een aantal punten scheelde voor ons. Natuurlijk tegen Helmond Sport, laatste minuut. Zou eigenlijk niet mogen, maar is... Nee, maar dat hoort er ook bij, want... Sommige clubs moeten het we moeten het met goede supporters doen. En ja, je wil natuurlijk zonder supporters ook meer punten pakken. Maar het is niet altijd, je krijgt niet altijd die steun nu. Het heeft ze voor zijn tegens, hè? Want tegen de Graafschap had je natuurlijk ook geen vol stadion. Ja, precies. Dat scheelt misschien ook wel. Ja. Nou heb jij als jonge jongen een historie van 10 jaar VVV zo'n beetje achter je. Je hebt pas een mooi contract getekend. Zullen we even kijken hoe dat ging? Ja, zeker. Dus in de basis. Simon Jansen. Ja, Simon, ik kan me voorstellen dat je als jongen uit de stad zoiets hebt. Na 10 jaar de berg oprijden, dat dit toch wel een enorme waardering is. Hoe voelt dat? Ja, nu ik het eventjes weer terugkijk, het is toch wel mooi wat ik toch nu al bereikt heb. Ja. Want je wil als jongen, je groeit op hier in Blerik, Venlo Blerik. En je wilt één ding en dat is in het eerste van VV komen. Ja, dat is niet zoveel mensen weggelegd, toch? Nee, inderdaad. En dan uiteindelijk kom je daar, maar dan moet je het ook nog... Moet je ook nog basisspeler zien te worden en een nieuw contract krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt en daar ben ik heel tevreden mee. Maar nu wil ik alleen maar meer. Ja. En ik wil doorgaan, meer wedstrijden voetballen en mezelf echt ontwikkelen. Heel goed. Jij hebt al sinds kort een maat bij, om het zo maar te zeggen. Ja, klopt. Want Venema is een vriend van je. Ja, hij is een van mijn beste vrienden. En ik heb met hem op school gezeten, op de middelbare school. En dat was heel gezellig voor... Voor het resultaat zeg maar, was het niet goed. Eén keer blijven zitten, daardoor allebei in hetzelfde jaar. Dat was even minder, maar uiteindelijk is dat ook goed gekomen. En nu zijn we samen weer terug bij VVV. En dat is voor mij leuk. Ik heb een maatje bij. Maar goed, ik heb het ook met mijn andere teamgenoten heel erg naar mijn zin. Ja, zullen we even kijken wat hij over jou zei? Ja, leuk. Komt hij, Nick Venema. Ja, gewoon je vraagt natuurlijk bij hem... wat dingetjes over de club en hoe het allemaal gaat hier. Dus ik heb met hem hier wel veel contact over gehad. Bij Utrecht heb ik met hem veel gespeeld, hè? Ja, klopt. Hij zat eigenlijk een team hoger altijd. Alleen sinds het moment dat ik bij Utrecht kwam, zijn we bij elkaar in de klas gekomen. Dus vanuit daar groei je gewoon door en ga je met z'n tweeën. Uiteindelijk zaten we met z'n tweeën bij het eerste. En speelden onze wedstrijden bij Jong. Dus je blijft altijd wel gewoon een beetje bij elkaar. En stuurt de ene ook berichtjes dan van je moet naar VVV komen of hoe gaat zoiets? Ja, wij gamen heel veel samen. Dus als we gewoon in de party zaten en zo, dan, zei hij tegen mij van kom ook en zo. Hij heeft, dat is wel echt heel toevallig, maar hij heeft 2 keer tegen mij gezegd van toen zaten we toevallig voor de wedstrijd, zaten we nog een potje te gamen. En Mitchell kennen, die scoort niet zo vaak. Toen zei hij dus 2 keer toevallig was tegen Eindhoven volgens mij en Ajax. Toen zei hij tegen mij van als ik vandaag scoor, dan kom je 100% naar VVV. En toevallig scoorde hij alle 2 die wedstrijden. Dus ik denk dat het gewoon zo moest zijn. Ja, het moest zo zijn. Nou is hij zelf ook redelijk doelgericht en heeft scorend vermogen. Hè? Kun je hem omschrijven? Gaan we daar veel plezier aan beleven als supporters in het tweede seizoen zelf? Ja, ik heb ook eerder in een interview gehoord dat hij heeft beloofd dat hij aardig wat goals nog gaat maken. Dus laten we dat hopen. En, maar goed, het is een spits met heel veel snelheid wat...
wat jullie denk ik ook tegen de Graafschap allemaal hebben gezien. En ja, met scorend vermogen, wat wij ook wel af en toe misten, zeg maar, de eerste seizoenshelft. En ik denk dat hij ons ook wel kan helpen richting een playoffsplek. Ja, we hadden het er net al even over de tweede seizoenshelft. Hè. Misschien voorzichtig kijken naar die playoffplaatsen. Wat verwachten jullie van die tweede seizoenshelft ten opzichte van de eerste? Nou, als ik de eerste wedstrijd weer kijk tegen de Graafschap en winnen met 1-2, geeft toch wel weer vertrouwen. En ik denk dat vertrouwen heel veel is om wedstrijden te gaan winnen. Ja. En ik denk als we op deze lijn doorgaan met hard trainen en iedereen dadelijk weer erbij komt met Mitchell erbij, Danny erbij, dat we toch, ja, ik heb wel vertrouwen in dat we bij die eerste 8 kunnen komen. Nou, Mitchell ook? Zeker weten. We hebben een kijkersvraag voor je van Kim. Heb je een persoonlijke doelstelling qua aantal doelpunten? Heb je dat, misschien voor het middenveld niet per se een voor de hand liggende vraag, maar het is wel een goede vraag na 4 doelpunten. Ja, ik ben blij dat ik inderdaad in een vrije rol mag spelen van de trainer. En dat ik veel mee naar voren mag. Maar het belangrijkste is dat ik gewoon dat we het als team goed doen. En dat ik daarin, nu scoor ik dan 4 keer dat ik mijn doelpunt meepik. Maar ik kan net zo genieten als ik bijvoorbeeld met een sliding een schot van de tegenstander blok. Of Venema alleen voor de keeper zet. Hetzelfde, assist is ook belangrijk. En als we dan scoren, dan ben ik even blij. Ja, ik ga even vooruitblikken. Want morgen wordt de wedstrijd VVV tegen Jong PSV gespeeld om 8:00. Dat is zo'n jong team waar Jos Loerka het al over had. Met veel talentvolle jongens erin. Wat verwachten we van die wedstrijd? Ja, we moeten winnen, want we hebben eigenlijk nog geen van een jong team gewonnen dit seizoen. Mm-hmm. Dus dat sowieso. Maar we weten dat jong ploegen natuurlijk altijd heel gretig zijn. En ik heb er zelf ook gevoetbald, dus in de keukenkampioendivisie. Ja. Dus ik weet hoe dat is om daarin te spelen. En daar staat wat minder op het spel dan bij een grote club als VVV. Je bent toch meer een opleidingsteam. En daar zou je veel met jonge jongens te maken hebben en bij een jong ploeg. En ik denk dat wij gewoon met onze ook jonge ploeg, maar ook wat ervarenen, dat we gewoon de wedstrijd moeten gaan winnen vrijdag. Simon, er staat volgens mij iemand die heel erg op dreef is. Ergens in de buurt van waar jij gaat verdedigen, toch? Ja, we hebben vandaag alweer een aantal beeldjes bekeken. Ja. Daar was hij wel een paar keer in te vinden, ja. Maar ja, dus we moeten er gewoon alles weer tegengeven. En meestal zijn de rechtsbuiters altijd de spelmakers en of de linksbuiters de doelpuntenmakers. Ja, hoe bereid je dat dan op voor? Kijk je dan extra wat hij doet en wat voor beweging dat hij maakt? Of hij vaak naar binnen trekt? Jawel, dat zeker. Maar het is ook van, als je tegen een goede speler staat, dan ben je weer extra geconcentreerd om ervoor te zorgen dat die juist tegen ons niet het verschil maakt. Ja. En daar gaan we natuurlijk 100% weer voor. En jullie gaan die wedstrijd winnen? Ja, we gaan zeker. Goed zo. We hebben een prijsvraag, daar sluiten we ook mee af. De prijsvraag die gaan jullie in beeld zien. Dat is hoeveel competitiewedstrijden voor VVV Venlo speelden Mitchell van Rooyen en Simon Jansen bij elkaar in het kalenderjaar 2021? Dus hoeveel competitiewedstrijden hebben deze twee mannen samengespeeld in het kalenderjaar 2021? Dat lijkt me een pittige vraag. Jullie hoeven hem niet te beantwoorden. Ik denk ook niet dat jullie hem kunnen beantwoorden. Het antwoord kun je indienen via de website van VVV. De winnaar krijgt een VIP-arrangement voor 2 personen bij een thuiswedstrijd, inclusief meet and greet met de selectie na afloop. Dus kan je deze mannen zomaar tegen het lijf lopen. En natuurlijk wel met als voorwaarde dat er weer met publiek gespeeld mag worden. Dus je zit dan niet alleen in het stadion, maar met een hele hoop andere mensen. Mitchell en Simon, hartelijk dank. Veel succes jij morgen in die wedstrijd tegen PSV. Veel succes jij in het herstel van die blessure. En heel veel succes beide in de tweede seizoenshelft. Dank je wel. VVV dus thuis, morgen om 8:00 tegen PSV. We sluiten deze uitzending af met de 5 mooiste doelpunten gekozen door de supporters van VVV. Bedankt voor het kijken. John, het is fraai. Het is heel fraai. Het is een schilderij. Koplin, die doet dit. Daar kan Van der Steen alleen maar naar kijken. VVV wint de wedstrijd in de extra tijd. VVV op jacht naar de gelijkmaker. En die komt er. En hoe? Schitterend doelpunt in de 87ste minuut van Jacuro Roemer.
Leliendal gaat zelf schieten. En schitterende goal. Wat een beauty zeg. Van Yannick Leliendal, 19 jaar. Jakumakis. Oh, Jakumakis. Oh! Deze man is een fenomeen. Onvoorstelbaar. Pasveer weet het ook niet meer.